Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vakantievlog. Wij zijn aan het roadtrippen door Duitsland en Oostenrijk en we gaan nu naar Italië toe. Ik heb trouwens wel al 3 dagen niet gefilmd, dus vandaar dat ik nu eventjes mijn intro opneem en de vlog open, zeg maar. Ik heb wel al wat gefilmd, maar dat gaan jullie hierna zien. Kijk waar ik sta trouwens. Kijk hoe mooi. Ik zal hier eventjes de achtergrond laten zien. Hier staan wij met de camper. En op dit moment zijn wij in Oostenrijk in Heiterwang. Ik was het alweer vergeten. Kijk die bergen, hoe mooi het hier is. Gisteren toen we hier aankwamen, toen regende het echt heel erg hard. Toen onweerde het zelfs. Maar vandaag werden wij wakker in het zonnetje. Heerlijk. Dus dit is onze camperplek waar wij nu op dit moment staan. We staan wel een beetje raar geparkeerd, maar dat mocht van de eigenaar. Het is echt niet normaal mooi hier. Het was trouwens al gisteren de bedoeling dat we naar Italië gingen, maar we zijn iets te lang in Duitsland gebleven. Dus vandaag gaan wij naar Italië toe. Wij gaan naar het Gardameer. Vandaag nog niet, vandaag zitten we nog één stuk daarvoor, voor het Gardameer. En ik denk dat we morgen naar het Gardameer gaan. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Ik zal trouwens eventjes de binnenkant van de camper laten zien. Want we hebben dit jaar een andere camper als 2 jaar geleden toen we aan het roadtrippen waren. Nou, we zijn hier aan de zijkant van de camper. En hier ga je erin. Even de deur open. Trapje. Dan gaan we naar binnen. Daar gaan we ook wel in. En van hier binnen, het is wel een klein beetje nog een rommeltje. We hebben het al wel opgeruimd, maar het is nog wel rommelig. We hebben net afwas gedaan. Hier heb je een zitgedeelte. Hierboven een kastje. Dan heb je hier de bestuurdersstoel en de bijrijderstoel. Hetzelfde als in de vorige. Daarbovenin kun je alles opbergen. Hier heb je een tafeltje. Hier heb je Colin. Die kreeg je er overigens niet bij. Nee. Hier heb je ook een kastje. Hier is het keukentje. 2 kastjes. Daar zijn wat kastjes. Hier heb je het afwasgedeelte of de wasbak. Hier is voor het koken. We hebben 1 keer hebben hier gekookt. Nou, dat is al veel, hè. Gisteren zijn we ze uit eten. Hier heb je een kastje, dat is in de keuken. Die doen we dicht. Theezetter, koffiezetter, apparaat. Dan heb je aan deze kant heb je de onder een kastje, koelkast, diepvries, boven nog een kastje en om te kijken hoeveel water erin zit en de stroom en alles en dit om iets te regelen. Je hebt wel echt overal heb je wat kastjes zitten en dan heb je hier het slaapgedeelte. Ja, want we hebben niet zo heel veel plek hier in de camper, dus wij pleuren eigenlijk alles op het bed neer, want dan heb je in ieder geval bij het kwijt. Dan heb je hier bovenin 2 kastjes, aan de zijkant een kastje met een hanggedeelte en aan die kant een kastje met een hanggedeelte. Dit is een queens bed, dat hadden wij de vorige keer niet, maar deze keer zijn we er wel voor gegaan. Gewoon om te proberen, om te ervaren van hoe dit is. Ik moet je zeggen, ik vind het niet heel fijn slapen, maar dat kan aan mij liggen. En een raampje. En met een raampje heb je wel echt heel erg mooi uitzicht. Dat was mijn uitzicht van vanmorgen. Dan heb je aan deze kant heb je een douche. Ga je niet heel goed zien, maar hier zit wel een douche. Daar. Is ook net wel anders als de vorige keer. En hier hebben wij overigens nog niet in gedoucht. Dan heb je hier weer de leefruimte en de keuken. En dan heb je hier dit aparte vertrek. En dan doe ik de deur open. En dan is dit de wc. En een wasbakgedeelte. Hier heb je een spiegeltje. Een kastje. Dat ben ik. En hier is een wasbakje. Kastjes. De toilet. En ja, meer is het niet. Dus dit is eigenlijk hetgeen wat erin zit. Een camper is gewoon niet heel erg groot en je moet gewoon echt met de ruimte doen die je hebt. Buiten, ja,
kun je de toilet er nog uithalen. Je kunt nog water bijvullen. Je hebt achter in de ruimte, dat is hier achter het bedruimte, heb je er onderin heb je nog een berging, een stalling, of hoe noem je zoiets? Waar je ook allemaal spullen kwijt kunt. We hebben trouwens ook nog 2 fietsen mee. Dus wij kunnen ook nog eventueel gaan fietsen dadelijk. Dus nou weten jullie ook hoe de camper eruit ziet. En dan gaan wij nu vertrekken. Ik kan vandaag ook nog een keer ons filmen nu misschien nog. Als je omdraait. Zo. Ja. Ah, gaan we! Ik hoef nog niks te doen. Ik weet ook helemaal niet hoe recht ik film. Ja, dat maakt ook niet uit. Ik weet ook niet of ik erop sta, maar dat maakt ook niet uit. Ben je nou nog wat aan het geven? Nee, ik doe nog helemaal niks. Niet? Nee. Ja. Huh? Hij zei pas als we boven zijn volgens mij, maar ja. Moet ik nou zelf? Pas, pak. Vanaf hier? Ja, ja, Charles! Ah! Wow! Dat gaat hard! Wow! Wow! Zie dat uitzicht! Oeh, oe, pas op, pas op! Wow! Wow, dat uitzicht! Ook, even genieten van het uitzicht! Even genieten van het uitzicht! Eikels! Zie hoe wij staan! Wow, dit is gaaf! Oh, dit ding mag goed vast. Wow! En daar zaten we net op. Ja. Met de karretjes. En nu gaan we gezellig naar boven. 20 minuten naar boven. Nou, dan kunnen we even zitten. En gaan we naar boven. Yes. Dit is de AliExpress. We hebben ons echt wel veel te koud gekleed. Veel te warm gekleed bedoel ik eigenlijk. We zijn op de berg aangekomen. Wat een uitzicht. Wauw. We zijn inmiddels al een tijdje aangekomen in Italië en we hebben ook al gegeten, we hebben de camperplek al vastgezet. Vastgezet, heet dat zo? Nee, niet echt hè? Neergezet. En nu zijn we een stukje aan het lopen, want we hebben na het eten willen we toch een stukje gaan lopen. En het is hier heel erg mooi. Kijk hoe mooi. Kijk het uitzicht. Hoe prachtig is dit? Welkom in Italië.
Wauw. Oh, ik ben zo verder doorgelopen. Ik moet even een beetje bijlopen. Oh, ze gaat op het bankje zitten. Ze zit. En of dit niet rustgevend is, dan weet ik het ook niet meer. Wauw, zitten we hier dan op een bankje. Wij zijn aangekomen aan het Gardameer. Wauw, zo mooi. Prachtig. Lekkere eitjes eten. Die is Colin aan het klaarmaken. Hoi. 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 Wat moeten ze nog? Zonswegen. Ik heb trouwens... Wow, kijk, die band hier achter mij. Ik heb trouwens wel echt nog niet helemaal niet veel gefilmd. Maar ik kom er niet aan toe. Aan filmen. Ik moet zoveel dingen regelen en... De wegwijzen en alles. Maar wij staan al twee nachtjes staan wij hier op deze camping. Camping. Ik dacht dat camping Kokore was. Vakantie Kokore, maar. Weten we zo. Opschiet, want mijn batterij leeg. Ook daar weer. Dat heb je al gefilmd. Kijk. Dit is het. Ja, dat is vakantie Kokore. Maar eigenlijk heet het weekend glamping. Ja. Zoiets. Maar ik ga mijn best doen om iets meer te filmen, maar het zal gewoon stukjes aan elkaar worden. Gewoon fragmentjes, wat beelden, sfeerbeelden. Dat zal het vooral worden, want ik vergeet het eigenlijk constant. We moeten eten klaar zijn. Top, we kunnen gaan eten.
Nou, we gaan het lopen naar Rocca di Minerva. Zo, de uitzicht hier alleen al is al mooi. Wauw, joh. Niet te doen. We moeten nog verder omhoog. Daar is het kruis. Oh, wie verzint nou zoiets? Ik, hè? Amai moe. Uitzicht wel. Ja, dat wel. Bruggetje op. Oh, dat windje is heel erg lekker. Oh. Ik zie even. Dit is het fijn om te zien, al die lijnen zo. Ah, zo mooi hier. Dat windje doet het me echt goed. De uitzicht hier is echt verbazingwekkend mooi, hoor. Moeite is onder mij, hè? Ja, jongen. Naar beneden gaan is makkelijker, ja. Alleen je gaat wel heel snel. Wow! Een slang! Nee, joh. Jawel! Jutta. Hij is weg! Ja, dat ook zeg je. Nee, serieus, dat was echt een slang! Ik smeer het je! Een zwarte! Ja, ik ben ook... ik hoop dat ik hem erop heb! Ik ben een mooie slang. Nee, ik smeer het, dat was echt een slang! Ik zweer het je! Wij zijn aangekomen op Glamping Lago Hidro. Wacht, ik heb een dingetje. Nee, dat is de verkeerde. Deze. Oh nee, dat is Vacanze Cocora. Net bij de receptie opgehaald. Even kijken. Dit is het boekje.
Even kijken. Dit is dus de weekendcamping waar wij afgelopen twee nachten hebben verbleven. En dan ga ik heel eventjes kijken hoe het nou deze... Ik dacht echt Lago Hydro. Lago Hydro. Is het deze dan? Zoeken. Glamping Lago Hydro, dacht ik. Even zoeken. En dat wordt allemaal onder dezelfde accommodatie. Weekend. Lago Hydro Glamping Boutique. Hier zijn wij op dit moment. En we gaan nu eventjes een rondje lopen om de camping. Op de glamping. En daarna weet ik niet wat we gaan doen. Vanavond weer uit eten waarschijnlijk, want zoveel eten hebben we niet. Dus dat wilde ik jullie eventjes mededelen. Anders om nog iets te gaan doen, want op een gegeven moment ook kan ik weer een dag rust hebben. Dus we hebben één dag rust gehad aan het zwembad en één dag gewoon hiervoor bij de camper gezeten. En we zijn ook nog een keer gaan fietsen de berg op, maar dat heb ik niet gefilmd, want dat is wel een beetje moeilijk om dat te filmen. Maar we gaan in ieder geval weer eventjes doorrijden. Wij zijn op dit moment aangekomen in Fussen. Wij hebben alweer een overnachting erop zitten. En wij gaan nu, ik en Colin, gaan nu Fussen verkennen. Oftewel, wij gaan naar een attractiepark. Ik weet niet precies of dat een attractiepark is, maar we gaan in ieder geval over een brug. Ja, ik ga weer over een brug heen. En de fietsen staan klaar. En dan gaan wij nu door Fussen heen fietsen. Colin zijn fiets. En de mijne. En dan gaan wij nu richting vertrekken. Are you ready? Ja. Wacht. Het past allemaal net in mijn tas. Wat? Het past allemaal nog maar net in mijn tas. Ja, kleine tas, hè. Ik heb, ja, hier, ook ik heb hier ook al mijn blaadjes en zo. En oh, zitten. Kun je die blaadjes niet gewoon beter eruit halen en dat je die gewoon straks weer erin doet? Dat is misschien makkelijker. Ja, dat is wel waar in mijn nek.
Hier zit echt letterlijk alles in. Dus wij gaan vertrekken op ons fietsje naar, ik weet niet hoe het heet, iets met experience. Ik weet niet, beter zeker. Maar dan gaan we daar achter komen wat het is. Nou, we zijn gearriveerd en we gaan de brug over. Ik hoop wel niet dat het te hoog is, want dan krijg ik het. Ik hoop wel een beetje mooi uitzicht, maar niet te hoog. Tot nu toe zie ik alleen nog maar bosjes. Bosjes, 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 bosjes. We zijn nog geen meter verder en het... Oh! Ja, lach mij maar uit. Die brug die beweegt niet normaal. Ik heb nou wel wiebelbenen. Dat vind ik dus erg aan die brug, hè, dat die beweegt. Oh. Oh mijn goede. Net eventjes een paar foto's gemaakt hier. Daar lopen we. Over het brugje. Oeh, en het begint weer steeds meer te bewegen. Oeh. Ik kan beter mijn GoPro. Ik kan niet meer aan mijn woorden, joh. Mijn GoPro beter pakken, denk ik. Voor de... Lopen hier in Duitsland over een brug heen. Oh, mijn god. Oh, ik ben hier niet zo van, hè. Oeh, steeds meer op het randje als je er bijna bent, begint hij steeds meer te wiebelen. Oh. Wat ik wel niet van jou over heb, dat is niet normaal. Sorry, ik ga even doorlopen voordat ik daar die brug in stort. Oh, dit kan ik niet handelen. Oké, Mia heeft. Het uitzicht tot het volgende plekje. Moeten we weer een brug over? Je moet zien, of moet je aan de kant kijken? Nee, ik ga niet. Nou, ik denk toch echt deze kant op kijken, hier doorheen. Nou, wat zie je dan? Gaat die scherp stellen? Denk het niet. Het is toch wel wat fijner om met deze camera te filmen. Misschien wel wat snel, sorry. Ik zeg, gaat misschien wel wat snel, sorry, zei ik. En toen waren de bomen. Ja. Nou, we zijn weer onderweg naar huis toe. De vakantie zit erop. Ah. Oh, zie je hem niet. Dus we moeten nog zo'n 300 nog wat kilometers naar huis toe rijden. Waarom moet ik aan denken? Ik ook. We hebben gisteren eigenlijk al zo wat de hele dag gereden. Vandaag. We zouden gisteren naar het Nationaal Park gaan. Schwarzwaldpark of zoiets.
Dat hebben we niet kunnen bereiken omdat we nogal wat problemen hadden met de auto van de olie. En het water deed ineens niet meer. Dus we hadden nogal wat probleempjes. Maar dat is inmiddels opgelost. Maar daar hebben we dus helaas niks meer kunnen doen. Smakelijk. Dank je. En nu gaan wij terugrijden zoals ik net eigenlijk al zei. En ik denk... Ja, ga maar. Doe maar je ding. Ik wacht wel. Natuurlijk, hè. Daar zijn vrienden. Oh, ik denk echt heel warme loten. Maar ik wilde eigenlijk eventjes hierbij ook deze vakantievlog video afsluiten. En dat wilde ik samen eigenlijk even met Colin doen. Oh. Omdat hij er ook meestal op is geweest natuurlijk. Dus hopelijk vonden jullie onze vakantievlog video leuk. Zo ja, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!